Elke nieuwe editie van de befaamde DSM, het Amerikaans Psychiatrisch Handboek, is significant omvangrijker dan het voorgaande. Zo omvat de laatste editie, die dit jaar in 2015 verscheen, reeds een duizendtal aandoeningen. Ze zijn bezig een hele reeks verschijnselen te pathologiseren die dat op zichzelf helemaal niet zijn, zoals bijvoorbeeld opstandigheid in de puberteit. En zo ja, waarom doen wij dat? Wat zegt dit ons trouwens over de status van zogenaamd mentale stoornissen? Zijn dat sociale constructies of zijn dat echte ziektes? Hoe verhoudt zich trouwens meer algemeen het normale tegenover het abnormale en hoe verhoudt dat abnormale zich dan tot het zieke of het pathologische? Over al die problemen kan Damiaan Denis, psychiater en filosoof, ons beter als geen ander informeren. MUZIEK.